side. You're listening to the Fockcast. Fockcast. Het is vandaag zondag 17 september. En ik zit hier tegenover de lieftallige Jade Mintjes. Hallo. Hallo luisteraars. Hallo lieve luisteraars. Jij zou zo hard je eigen radioprogramma moeten krijgen. Ik zeg het elke keer, ik blijf het zeggen. Graag. Jij hebt de mooiste radiostem die ik heb. Ja, maar ik heb wel heel veel commentaar van zo'n boomers die dan zo zeggen van dat accent. Nou, jongens, we zijn niet in 1983. Nee. We zijn in fucking 2023. En dan... niemand praat zo. Nee. Dat is jaren 80 VRT. En daar zijn we nu voorbij. Ja, misschien wel. En die boomers, die zijn gelukkig allemaal stervende. Oh. Ja, maar ja. Dat is zo. Die gaan dood. En dan, want ja, ik bedoel... alle leuke mensen op tv hebben een authentieke taal. Want ja. Dan kun je je beste uiten. Ja, dat is waar. Gelijk zo'n Fien Germijns. Ik vind die super tof. Ja. Die praat zo niet zo super algemeen Nederlands, maar zo wel met ge en, ja. En jij. Maar gewoon vlot en zoals ja. Mensen spreken. Ja, ik vind en, dat wel is wel waar we naartoe... We willen toch een soort tv... We willen geen YouTube, hè? Het hoeft geen AC te zijn. Maar we willen toch wel dat we op tv iets zien wat een taal is die dicht bij ons ligt. Ja, dat is waar. En zeker... Ja, goed. Whatever. Dat terzijde... Ja, de Mintjes, beste ja. Radiostem die je kent. Dank u. Welkom in. Ik ben toch overal. Ja, ik heb alles aangezet. Welkom in de Fockcast. Dank u. Jij gaat vanavond een eerste worp werpen. Richting nieuwe avondfilmshow. Ja. Ja, dat is spannend. Dat is kei spannend. Ik heb wel, want ik heb vorige week ook een try-out gedaan. Dus ik ben. Het is niet de ontmaagding. Het is niet de ontmaagding, maar wel van sommige stukjes. Oké, okay, allee, het is van deze volledige show die ik hier vanavond zal spelen, is het wel de eerste keer. Ja, ja, oké. Okay. Ik ben heel, heel benieuwd. Ah, wel, dus ik heb zowel wat nog erbij geschreven en al. En ik hoop een uur te kunnen spelen. Ja. Ik gok... Hoeveel ik had je schat, vorige week? 50 minuten. Ah, ja. Dus ik hoop nu ook op 50 minuten een uur. Want ik heb zowel wat dingetjes eruit gehaald en zo wat andere nieuwe dingetjes erin gestoken. Ja. Dus dat lijkt me een goede uur. Dat zou content zijn. Ja, je hebt natuurlijk vorig jaar die eindjaars gedaan. Dus dat was echt gericht op de actualiteit. Ja. En nu is het allemaal nieuw. Zijn er dingen die je al had die je nog hervormd hebt? Of? Ik denk dat er twee kleine stukjes in zaten die ik al had. Die dat ik dacht van, die zaten dan niet in een eindejaars. Die kan ik misschien hier wel insteken. Ja. En voor de rest zijn het allemaal nieuwe dingen. Maar ik vind dat wel moeilijk, want gelijk zo met die eindejaars. In het begin ging dat zo heel stroef, dat schrijven. En op het einde ging dat dan beter. Ja. Dus dan had ik er zo'n schwung in. Maar nu, ja, dat is weer niet helemaal anders. Dat is dan weer, dus... Allez. Het is een heel ander schrijfproces. Ja. Omdat je nu... Ja, want je vertrekt nu vanuit jezelf, niet vanuit de actualiteit. Klopt. Nu, er zat bij jou wel altijd wel actua in al, hè? Mm-hmm. Toen je humo's deed, was dat ook al zo. Ja, klopt. Klopt. En nu ook, of... Voor de moment nog niet. Er zit een kleine verwijzing in naar de Belgische Staatsbon. Maar voor de moment is er niet echt voor de rest actualiteit. Al kan dat wel zijn, want het is nu nog een paar maanden. Het is pas februari dat première is, 1 februari. Ah, ja. Dus misschien die laatste maand, zo in januari, dat ik dan zo wel nog eens in de kranten kijk van... Om nog wat dingetjes uit te vullen. Wat kan erin? Ja. 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 En waar gaat het dan wel over? Wat is het onderwerp? Wat is je insteek? De insteek is mezelf. Dus het gaat over het feit dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. Dat weet ik zeker al dat erin komt. Oh, ja. Het gaat over het lied Saragossa van Jimmy Frey. Ja. Ja, dus dat heb ik nu al langer gemaakt, dat stuk. Dat heb je al eens gezien. Dat ik denk dat je al eens gezien heb, ja. Wacht, wat heb ik dan nog? Over Disneyland... Alle belangrijke zaken in je alle leven. Alle belangrijke zaken. Over het zesde studiejaar, als ik daarin zat. Ah ja. Dat is het precies. Maar nu lijkt dat wel zo weinig. Ja, als er allemaal stukken zijn van 20 minuten, is dat veel, hè? Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja. En vind het is een ander schrijfproces. Vind je het leuker nu? Dat je meer vrijheid hebt, dat je alle kanten op kan, dat je niet... Ik vind het niet per se leuk. Het heeft zo voor- en nadelen. Het voordeel met een eindejaars was dat ik altijd inspiratie had. Ja. En nu... kan ik alleen schrijven wanneer ik zo eens inspiratie heb. Ja. Maar ik heb zo wel al ben vroeger kunnen beginnen.
Ja. Met een eindejaars kun je niet beginnen op het moment dat je weet, ik ga een show maken. Want nee. Allee, je moet echt een beetje wachten op... Kan wel, maar je weet niet of het dan nog zinvol is. Voilà. Of het, ja. Dus dan moest je zo vooral wat afwachten. En dat wachten vond ik zo wel vervelend. En ja. Dat heb ik nu niet gehad. Nee. Maar langs de andere kant, soms denk ik van, oké, die een dag ga ik zeker eens een keer 2 uur aan de show werken. Ga achter je computer zitten. En als er dan zo niet echt iets komt, of een idee komt, dan is dat wel een beetje jammer. Terwijl met een NDR's kon ik wel gewoon, ik doe VRT Nieuws eens open, kijk, misschien kan ik daar iets. Hoe lang blijf je zitten zonder iets te hebben dat je nog denkt, ik ga nog niet van mijn computer weg? Blijf je dan echt 2 uur zitten? Of geen bijna 2 uur, maar de Jeroen Verdiek heeft mij geleerd, en die heeft het dan weer van Thomas Smit geleerd, denk ik. Gewoon een klok zetten, 5 minuten, typen, gewoon wat er in je kop opkomt. Dat kan echt super slecht zijn, doe dat in een apart documentje. En dan na die 5 minuten eens kijken van, zit daar iets bruikbaar in? En als dat niet het geval is, stoppen voor de dag. En als dat wel het geval is, kunnen we daarop verder breien. Ja. Als je geen inspiratie hebt. Als je niet al op voorhand een onderwerp of iets hebt waar je het over Want gaat. Ik had nog over laatst zoiets meegemaakt. En dat vond ik zo grappig, dat ik denk van, ja, daar moet ik iets mee doen. Mag ik het vertellen? Ja, tuurlijk. Ja, dat gaat wel in de show komen, denk ik ook. Maar ik vond dat zo goed. Dus besef, ik heb dit zelf meegemaakt. Hè. Okay. Dus ik ga zo naar de wc. Ik vind het wel goed. Ja, dat was trouwens, dat was ook op een optreden. Dus ik ga zo naar het toilet. En zo, iemand klopt op de deur en ik zeg zo, bezet! En die zo even stil en dan zo terug zo. En ik zo, bezet! En ineens zo, die klink gaat zo naar beneden en zo, deur open en dicht en zo. Allee, zo dat ding. Dus ik zit zo... Je zit er aan te rammelen, ja, maar je hebt toch geroepen dat het bezet is? Maar ja, dus ik zit helemaal op mijn ongemak op die wc. Dus ja, ik kom daar af en ik doe die deur open en er staat zo'n mevrouwtje en die zegt zo... Ah, ik had u niet verstaan. Wat? Ik dacht dat ook. Oeh, kom maar binnen. Ja, ik dacht dat ook. Ik dacht, dat maakt nu toch niet uit wat ik zeg? Het als feit er dat er iemand iets zegt. Je wilt dat toch zeggen dat er iemand op zit? Nee. Dat is gezellig. Waanzin. Kom maar mee, kooksnuiven. Gezellig. Zo, ja. Wat denkt hij? Als mama zo... Die had misschien gedacht dat je zo zei... Help. Bezet, help. Ja, dat klinkt wel heel erg gelijkaardig. Ja, dus dat vond ik weer... Ik dacht, allee, dat is toch wel... Binnen. Ding. Ja, binnen. Inderdaad. Wat raar. Dat is echt raar. Mensen zeggen van, ja, je maakt van die dingen mee. En dan denk ik, ja, dat is toch wel weer iets meegemaakt. Echt raar. En dan kwam jij eruit en dan ging die mevrouw daar naar binnen. En ja, dan... maar die ook zo, ik had u niet verstaan. Maar hoe raar is dat nu? Dat is heel raar. Maar misschien bedoelde die eigenlijk, ik had u niet gehoord. Want verstaan is gewoon raar. Dat is gewoon echt raar. Ja, misschien wel. Maar er zitten vlekken op dat kleed. Dat heb ik niet pas gezien. Waar komt dat vandaan? Dat zijn precies zweetvlekken. Ja, de tafel heeft gezweet. Dat is heel raar. Een drankje. Dat is iets aangestoken. Ja, ik ga dat... Oh, toch geen vocht? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik ga hem gewoon meepakken en in de wasmachine steken. Ik denk dat het tijd wordt dat ik weer mijn dinges was. Ik zal er eens aan ruiken. Dat valt mee. Dat valt mee. Maar langs deze kant is het vies. Beetje muffig. Een beetje muffig. Maar niet... Zoals de kelder maar hoort niet een vieze... Alleen niet echt stank. Ruik niet naar de short van Han Solo. Nee. Daar heb ik hier vorige jaar geroken. Die wast zijn short niet. Nooit? Zelden. Maar die zit kei strak. Ja, en die zweet daarin. Ja, iedereen. Ja. Hey. Ja, zo, ja, dat is dat typisch Han Solo. Je outfit kiezen. Ja, Han Solo heeft al zijn eigen outfit. Maar bij jou is outfit kiezen ook wel een dingetje. Dat is zeer belangrijk. Ik weet bij de eindejaars dat je echt zo verschillende mogelijkheden en aan het kiezen was. En toch wel... Ja, ik vind dat iets belangrijk. Ik heb zo nu iets gezien dat ik mooi vind. Maar het is niet, ze hebben het niet meer in mijn maat. Dus ik hoop dat dat nog wordt aangevuld. Ah ja. En als laatst maken. Je bent net toch een grote ster. Ja, maar bij wie? Ja, weet ik veel. Een costumière. Ja. Nee? Ja, wie weet, waar komt het dan terecht? Bij wat voor prullers? Ja, weet ik ook niet. En dan trekt dat op niks. Nee, dat zijn toch professionele mensen? Blijkbaar in Bali kunnen dat heel goed laten. In Bali? Doen, maar ja. Tijdens ga je dan op vakantie, laat je zou ik dan maken. Zou ik dan die reis kunnen aftrekken van de belasting? 100%, heel zeker. Zo werkt dat. En want vorige keer, was de kleur? Was het zo wat geel, groen? Nee, wat was het nee ik had vorige keer had ik een... De keuze is een roze kostuum. Roze. Met een paars topje dat glitterde. Juist. En dan had ik ook zo'n teal, blauw, gelijk zo de achterkant van de Jommeke schrift. Ah ja. Zo broek en een bijpassend topje, ook in het glitter.
En dan had ik nog een optie, hè. Denk een zwart kostuum. En het is daar roze geworden, zeker? Het is daar roze geworden, ja. Want jij die wou ook, want dat was ook grappig. Ja, maar ja, Amelie heeft al rood. Ja, ja. Maar ja, het is altijd al van, ja, dan een Amelie, dat is wel, dat ligt heel dicht bijeen. Mensen die daar niks van comedy kennen, die ik wou dat zeggen, dat. Want jullie, het enige overeenkomst is dat jullie allebei blond en grappig zijn. En vrouw. En vrouw, oh ja, en vrouw. Drie dingen. Oké, okay, en we hebben alle twee een zwarte labrador. 4 dingen. Oh, fuck. Oké, okay, nu, ja, maar nu kijken, begin ik ook wel in de wacht te raken. En we kijken allebei naar thuis. Dus in principe 5. Vijf echt belangrijke zaken. Vooral naar thuis kijken. 5 belangrijke zaken. Maar daarnaast, ons materiaal loopt mijlenver uit elkaar. Echt, ja. En de manier waarop hoe je iets brengt en hoe je in de wereld staat. Ja, het kan niet verder uit elkaar liggen. Ja. Ik vind wel dat Amelie beter gitaar speelt. Ja, ik ook. Dat staat buiten kijf. Ik heb een nieuwe gekocht trouwens. Ah, echt? Ja. Ook voor de voorstelling? Ja, een heel duur. Waarom zo duur? Omdat ik binnenkwam in de winkel en dat was er één en die had al zo'n mooie tekeningen en bloempjes op. Was je verliefd op de gitaar? Ja, en ik had dan die gepakt. De prijs kon mij al niet meer schelen. Ik dacht, die wil ik. Jij bent van mij? Ja. Ik heb dan soms mijn action figures. Oh ja. Kan ook tegenvallen. Kan ook tegenvallen. Hey, en Kortrijk, het is die ex-woonplaats. Ja, allee, nu nog niet. Volgende week. Volgende week? Ja, volgende week gaan we... Ga je Kortrijk missen? Ik ga Kortrijk keihard missen. Niet liegen tegen mij. Ik ga Kortrijk, Fokke, keihard missen. Wat ga je het meeste missen aan Kortrijk? Het feit dat er van alles te doen is, dat je daar lekker kunt eten, dat ik op wandelafstand woonde van het shoppingcenter. Ah ja. Nu moet ik naar het shoppingcenter van Weinigem, wat wel, daar moet ik een goede shoppingcenter is. Het beste shoppingcenter is. Het beste shoppingcenter. Ons mama en ik zijn in Gran Canaria naar een ander shoppingcenter geweest. En wij zeiden echt zo alle twee... Oh, dit is nu toch niks in vergelijking met Weinigem. Er is wel... Ik ben samen met Xander in een shoppingcenter in Londen geweest. En dat was wel next level. Liberty? Nee, hoe heet dat nu? Ik wil zeggen Mayfair, maar dat is die. En daar, ik bedoel, daar was zelfs een winkel waar je een Tesla kon kopen. In het shoppingcenter. In het shoppingcenter? Nee. Maar ja... Maar ja, wilde dat? Die perfecte... Hoe goed dat is. Ik moet naar de Zeeman, ik moet naar de CNA en ik moet nog een Tesla kopen. En ik bedoel, waarom zou je nu in het shoppingcenter een auto willen kopen? Niet een auto, een Tesla. Ja. Dat is een elektrische auto. Ja. Ik vind dat heel grappig. Ik snap het. In het shoppingcenter is er dan weer een Bath & Body Works. Enige in België. Hey, volgens mij is die niet weg. Ik denk dat die weg... Een vriendin van mij... Ja, die was gesloten, maar die is toch niet weg? Oh, oei. Ik wil die dus weer verpesten. Ja, die was gesloten, en ik dacht... Oh, die zullen... die is, alles is op. Ik dacht, die gaan zo wat de winkel inrichten. Ik ben wel ook in het shoppingcenter in Weinigem in het Studio 100 winkeltje geweest. Er is een nieuwe mannekeswinkel trouwens. Want er was er een weg. En die is weg, en nu is er een nieuwe. Ah. En mijn mannekes, wel alleen zo Funko's. Funko-pop. Ja, Funko-pops. Maar ik ben aan het denken, voor de rest hadden ze geen andere. Oei. Maar ook gezelschapsspeltjes en zo van dat Koreaans snoep. Ah, zo, meer zo, zo'n manga-winkel. Zo. Ja. Anime-dinges. Ja, oh, dat vind ik ook leuk. Veel anime, maar ook zowel... ik zeg het, ze hadden ook wel zo Game of Thrones en al. Ah ja, oké. Okay. Ja, ik ben ook fan van de Lego-winkel. Ah, voilà. De Lego-winkel vind ik ook leuk. Ja. Maar ik ben ook in de Studio 100 winkel geweest. En daar heb ik een mok gekocht met een dinosaurus op. Oh. Het oor van het mok was het staart van de dinosaurus. En hoezo? Ja, die hadden ze daar gewoon. Oh. Tenzij Gert misschien nog iets Walking with Gert of zo, dinosaurs. Maar ja. Nee, ik denk niet dat... Er is geen Studio 100 dinosaurus ding, hè? Volgens mij die. Allee, ik denk het ook niet. Nu, over FC de Kampioenen. Kun je misschien wel zeggen dat ze de leeftijd van een gemiddelde dinosaurus beginnen te benaderen? Maar is dat van... Heeft ze de... Ah ja, FC de Kampioenen verkopen ze in de Studio 100 winkel, ja. Klopt. Ja. Ja. Want ik wou... Want het was natuurlijk alleen maar kindermaten. En zeker niet maatje bierbuik. Maar ik wou een t-shirt... Want ik ben een grote fan van Herman Verbrugge. Ik wou een t-shirt, iets met Chocobel of zo'n Chocobel t-shirt wou ik hebben. Maar daar hadden ze niet in. Oh. Maatje XXL.
Maar er stond wel iets met... Ze hadden wel een t-shirt. Ze hadden een t-shirt met Chocomel van... Zo de, oh. Of voor Markse Vertongen iets met Chocomel op. Oh. Ja, dat wou ik. Dat wou ik. Maar goed, tot zo. Weinig shoppingcenter. Beste shoppingcenter. Ja. Kun je een bon krijgen van het hele shoppingcenter? Bestaat ja. Er een bon dat je overal... Ja, dat is het enige wat ik wil in mijn leven. Ja, ik weet het. Als je nu ooit denkt, oh, we gaan bij jou thuis, ik zal een fles wijn meenemen. Nee, al kost die wijnfles 5 euro, geef me een bon van 5 euro van het Weinigem shoppingcenter. Maar je kunt dus een Weinigem shoppingcenter bon, waar je in alle winkels in Weinigem kunt kopen. Dat is het mooiste cadeau dat je mij kunt geven. Dan word je een klein beetje emotioneel. Ja, van. Ik ben jarig binnenkort. En mensen, onthoud dit. Ja, en ons mama had zo gezegd, onze papa zo van, die wordt dan altijd zo creatief uit de hoek komen. Van, oh, en ik wil zelf iets. En ons mama zo, oh, Steven, geeft hij nu toch gewoon een bon van het Weinigem shoppingcenter? Ja, nee, want ja, dat gaat Steven niet verwachten. Steven Mintjes, als je luistert, ja. Geef gewoon een bon van het Weinigem shoppingcenter. Als ja. Je kind gelukkig wil hebben, geef gewoon een bon. Ja, ons mama zei dat ook van, ja, maar geef dat nu toch gewoon. Ik geef het al jaren. Nee, ik wil iets origineel geven. En dan denk ik, nee, ik wil niks origineel. Ik wil een bon van het Weinigem shoppingcenter. Dat is wat ik wil. Dat is gewoon wat ik wil. Ja, dus zou je willen worden uitbetaald, dat de ideale wereld jou uitbetaalt wow. In bonnen? Wow. Amai, stel u voor. Dan moet ik mijn geld niet meer delen met mijn vriend. Niks dan voordelen. Wauw. Dus, Jan Ehle, als je luistert... Betaal ja de beetjes in bonnen van het Weinigem shoppingcenter. Ja, amai. Wow. Oh, dat zou schoon zijn. Dat zou een ideale wereld zijn. Zomaar. Maar nu ben ik onlangs geweest met mijn twee nichtjes en het kindje van mijn nichtje. Dus ja. Dat is nog een baby. Het was haar eerste keer in het Weinigem shoppingcenter. Het was een prachtig emotioneel moment. Dus we waren met vier dan eigenlijk aan het wandelen. En op dit moment is er ook een expo in het Weinigem shoppingcenter. Fokke, hou je vast. Met alle oude outfits van K3. Oh my ook god. Nog eens. Dat is Weinigem. En dat krijg je daar gratis bij. Dat is Weinigem. En, wat ik ook nog twee dingen moet ik vertellen. Het eerste ding is dat ik daar ooit als kind een week lang op zo'n hele grote pancarte heb gehangen. Omdat de Sint komt daar ook ieder jaar. Ja. En ze hadden zo een foto van mij met de Sint gebruikt... Om het jaar, daarna ervoor. Ja, ja, ja. Reclame te maken. Jij was poster girl. Poster girl. Zalig. Met de Sint. Dat... Heb je die foto nog? Nee. Oh. Ja, stom hè. Die ja, wij kochten zien. Die nooit. Dat was gewoon zo de Sint ontmoeten, maar we waren dan hoe, zo... Maar ze hebben die toch gebruikt. Dan moet je daar toch een exemplaar van gekregen hebben. Nee. En ze hebben daarvoor betaald. Nee, denk ik. Ik weet dat niet. Dat is kindermisbruik. Ja, nee, maar ik denk dat dat ook wel zo is van... De foto's die genomen worden met de camera van het Weinigem Shoppingcenter zijn ook... Ook eigendom. Ja, van het Weinigem ja, Shoppingcenter. Ja, ja. Want ik heb ook ooit, ook echt waar, op de Instagram van het Weinigem Shoppingcenter een shopdag gewonnen. En dan was dat zo met een personal shopper. En dan kregen mijn nicht en ik mocht dan iemand meebrengen. Alle twee een bon van het Weinigem Shoppingcenter. En dan was dat met een personal shopper. En dan was dat ook met foto's. En die foto's gebruiken ze nu soms nog. Dus soms op de Instagram van het Weinigem Shoppingcenter zijn er foto's van mij die dan zoiets drinkt. Oh my god. Ja. En dat is ook allemaal... Dat is ook, dat, maar ja, nu zouden ze dat toch voor moeten betalen. Dat is ondertussen wel 5 jaar geleden, denk ik. Ja, ja misschien. Maar ik heb toen wel ook iets ondertekend. Allee, dat was ook zo van... Ja, ja. We werden toen geschminkt, ons haar werd gedaan, wij kregen gratis kleren. Ja, oké, okay, maar er is wel een verschil. Nu ben je Jade Mintjes. Toen ja, was je anoniem... Ook Jade Mintjes. Ook Jade Mintjes. Anoniem Jade Mintjes. Nu ben je superster Jade klopt. Mintjes. Dus dat is wel een groot verschil. Dat zou echt... Ik ben nu geen influencer, maar als er... Eén ding is waarvoor ik zou willen influencen. Is het Weinigem shoppingcenter. Amai. Weinigem, en die luister naar mij. En ze contacteren me niet, hè? Na deze podcast, waar zeker 3 mensen naar luisteren. Maar die ene ervan is de baas van Weinigem shoppingcenter. Ja. En die gaat jou bellen nu. Om zich te verontschuldigen voor het misbruik van de foto's. En dan om te zeggen, jij krijgt voor de rest van je leven gratis bonnen voor het Weinigem. Weet, dat is mijn grootste droom. Ja. Mijn grootste droom is... Helemaal alleen in het Weinigem shoppingcenter zijn. Alle winkels open. En dat ik ongelimiteerd gewoon een hele dag van 10 tot 6 mag pakken wat ik wil. Dat is mijn grootste droom. Maar, en zijn er wel mensen in de winkels aanwezig? Nee. Ik bedoel de shopping assistants. Nee, ik doe dat zelf wel. De alarmpje eraf. Je doet alles zelf. Ik doe alles zelf. En ik heb zelfs al een strategie voor moest het ooit gebeuren. Van wat, waar je begint en dan volgende... Ja, ik ben sowieso in Albert Heijn. In Albert Heijn? Dan pak ik een karretje mee, Fokke. Een karretje van de Albert Heijn. En daarmee kan ik
overal in het shoppingcenter. Volladen. Ja, ik zou naar de Apple winkel gaan, omdat je daar de duurste spullen kunt pikken. Nee, ik zou kleren en bodyshop. Ja. Maar toch wel, want dat is ook iets wat nooit zal gebeuren. Zelfs als er iemand van het Weinig Shoppingcenter denkt, oh, we zullen jou dan eens een prachtige make-a-wish dag geven, dan nog is dat met een limiet. Dan nog zeggen die, maximum is €5.000. Ja, of een uur of wat zo. Wat fucking veel geld is. Maar dan nog, dat is niet mijn droom. Ik wil droom is ongelimiteerd een hele dag. Van 's morgens tot 's avonds. Ah nee, daar mag wel in de McDonald's mag wel iemand aanwezig zijn. Ah ja, anders moet je eigen McDonald's bakken. Ja, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dus in de horecapunten mogen mensen aanwezig zijn. Dat is ook jouw favoriete dingetje, McDonald's. We hebben hier al vaak, als we hier afspreken, dan heb je graag McDonald's. Ja, dat is lekker. En dat is ook in het Weinig Shoppingcenter. Oké. Nu wil ik weten, wat is het enige wat ontbreekt? Dat je er niet kunt overnachten. Is dat slecht, dat Weinig Shoppingcenter? Ik weet het niet goed. Wat is er mis aan het... Daar moet ook iets minder goed zijn. Tegenwoordig, sinds het een tram er is, van Antwerpen, is daar soms wel heel druk. Ja, ja. Mensen die, als bijvoorbeeld regent, komen die met een team van Antwerpen naar het Weinig Shoppingcenter, omdat dat prachtig overdekt is, geweldige temperatuur. Ja, tuurlijk. Dus dat is negatiever, omdat dat vroeger minder druk was. Minder druk, nu is het drukker dan vroeger. Maar ik gun de mensen het van harte uiteraard. Dankjewel, want dat ben ik. Hè. Ja. En het tweede is dat het Weinig Shoppingcenter heeft ook iets nostalgisch, een beetje het Efteling-gevoel. Oké. Maar ze zijn zo nu heel hard aan het inzetten op dat vernieuwen. En dat vind je niet zo tof. Nee, want eigenlijk heet het Weinigem Eat Shop Enjoy. Ja. Ik vertik dat zo uit te spreken, dus ik blijf gewoon zeggen Weinigem Shopping Center. Tuurlijk. Die logo's zijn veranderd, de bankjes zijn veranderd, de fonteinen zijn veranderd. Oei, oei, oei. En ik heb van horen zeggen dat de klok u wel bekend, ja, ook op termijn zal verdwijnen. En dat vind ik heel spijtig, omdat ik ga er nu al 24 jaar... Al sinds baby ga ik daar naartoe. En ja, ik vind dat ook gewoon leuk om herkenning te zien. Allee, dat zou zijn als die in een Efteling ineens zeggen van ja, die hollebolle gijs, we doen die weg en we zetten er ineens iets totaal anders. Of, oh, we doen die lang net weg. Dat vetshaming is, ja. Allee, dat zou ik gewoon heel jammer vinden. Maar ja, wie kijkt er nog die klok? We hebben allemaal 25 klokken op ons. En jij die klok al eens goed bekeken? Dat is met dansende figuurtjes. Ja, ja. Dat is toch niet op uw horloge? Nee, dat kan. In principe kan dat wel. Maar dus de nostalgie van jaren beetjes voor de oude. Ja. En dat heet nu Eat Shop en Enjoy. Ja. En wat is dan Enjoy? Is dan die dingetjes van K3. Dat moet je dan enjoyen. Ja, of shoppen, Shop is voor mij ook Enjoy. Ja, maar dat zit er al in. Eat Shop. Ja. Enjoy. Dan zou het dubbel op zijn. Nee, dat is waar. Maar dat is altijd zo. Ik vind ook zo'n slogan bij, waar is dat, Kinepolis? Much more than cinema. Weet je, doe gewoon cinema. Doe dat gewoon goed. Maar hoezo much more than cinema? Ja. Waar is er dan more? Exactly. Ja, die doen af en toe een evenementje. Maar ik denk, ja, maar probeer gewoon cinema goed te doen. Ah ja, cinema is... Dat is voor waar we komen. Als dat goed is, dan moet dat niet meer zijn voor mij. Weinig hem. Shop, eat. Shop en eat? Shop en eat? Shop en eat? Dat is het enige wat ik daar wil doen. Ja. En drink. En drink. Maar ja, dat zit bij eat een beetje fris, in. Ja. Ja. Oké, goed. We zijn nu een half uur over het Weinig Shoppingcenter. We gingen het over... Ja. Misschien moet je een ode maken aan het Weinig Shoppingcenter. Ja, misschien wel. In je voorstelling. Want veel collega's van mij... Ik praat daar ook gewoon echt veel over het Weinig Shoppingcenter. Dat is duidelijk. En collega's van mij zijn dan zo van... Die moeten er altijd wel mee lachen en zeggen ze... Oh ja, dat is er weer over baby. En... Het lijkt alsof het ironisch is, maar het is niet ironisch. Nee, totaal niet. Jij vindt dat echt? Ja. En overlaat, want ik vind het ook gewoon heel leuk om daar te zijn. Ook als ik niks nodig heb. Dus je gaat ook gewoon, als je op een vrije dag ga je naar En ons papa en ik, ons papa heeft dat ook. En dan zegt hij soms van, gaan we iets eten in het Weinig Shoppingcenter? En dan gaan we naar daar, een croque monsieur eten en dan komen wij terug. Of dan wandelen we daar rond, gaan we niet eens die winkels binnen. Ik kom daar gewoon heel... Ja, ik kan dat niet uitleggen. Ik vind het heel leuk om daar te zijn. Ik hoef niet altijd keihard En je gaat nu verhuizen van Kortrijk naar het Weinig Shoppingcenter. Alleen naar Westmal, hè. Maar... Dat is 20 minuutjes rijden, dus dat is goed te doen. Ja, van Kortrijk is een stuk verder natuurlijk. Ja, klopt. En daar is ook een shoppingcenter, maar ja, sorry, een Kortrijk. Minder goeie. Nee. Dat is gewoon, dan heb ik het vooral over de K. De ringshopping is goed, maar ja, het Weinig Shoppingcenter is echt, ik vind dat met niets te vergelijken. Ik vind die dingen, bij Sint-Niklaas ook niet zo slecht. Maar dat is niet zo goed als Waasland Shopping. Ja, dat is de nummer 2. Dat is de nummer 2. Ja, dat is de nummer 2. Van de shoppingcentra. Van de shoppingcentra. Top 5.
is dat zeker de nummer 2. In Holland hebben ze ook wel heel goed shoppingcentra. Ik ben daar eigenlijk niet veel geweest. Oh. Ja? Zo Westfield. Nou ja. Ook tof. Is er zo bij Hasselt ook niet? Is er bij Hasselt ook niet iets? Bij Hasselt, nee, je hebt in Limburg, ik weet niet of je dat bedoelt, je hebt zo'n Maasmechelen Village. Dat bedoel ik. Ja, maar dat is niet overdekt. Ah. Dat is een village. Dat is echt een village en heel mooi. Maar voor mij persoonlijk, op dit punt in mijn leven, zijn die winkels nog iets te duur. Ah, dat is zo. Ja. Gelijk zo, dat is niet... Dat volgend jaar. Ja, misschien. Na de show. Na als de show goed gegaan is. Volgend jaar. Dus dat is zo wel veel designer. En je hebt er ook een essentieel en zo, denk ik. Dus dat is zo wel... dat is niet zo een H&M'ken en, en een Flying Tiger. Als je dat met een Flying Tiger is wel belangrijk in de shopping. Ja, ik vind dat wel. Nee, dat snap ik. En ik vind ook een shopping moet voor iedereen zijn. Ook voor marginaal. De Flying Tiger, het is nu alweer eventjes geleden, maar dat is toch de beste prullenwinkel die er is. Ja, dat is een keitoffe prullenwinkel. En dat is echt rotzooi en bagger en goedkope shit. Ja. En I love it. En weet je wat beter is dan een Flying Tiger? Allee, ik krijg hier een beroerte en je belt niet eens naar een ambulance. Ik wil eerst even kijken wat er gebeurt. Wat beter is dan een Flying Tiger dan aan de Action bijvoorbeeld is, dat is gebouwd zodat je er in één keer rond moet gaan. Dat is een beetje de IKEA van de van de prullenwinkels. Ja, ik vind dat wel goed. Ja. Dan denk ik, want altijd met dat teruggegaan en dingen. Nee, je moet gewoon één keer de route volgen en dan. Ja. Ik heb daar wel al, in de kerstperiode ga ik in de Flying Tiger alle kerstballen kopen. Die zijn keileuk. Ja, die zijn superleuk. Die keileuke kerstballen. Klopt. Dus goed. Misschien terug naar de voorstelling. Ja, naar de voorstelling. Ook leuk. Een beetje het Veilig Hem Shoppingcenter van de voorstelling. Onder de voorstelling. Oh, heb ik nog één ding zeggen over het Veilig Hem Shoppingcenter? Ja, tuurlijk. Blijkbaar, want de Jeroen Verdik, die woont nu in Lommel. Ja. En overlaatst moest hij eens optreden hier aan deze kanten. En hij was te vroeg, omdat hem zo van opnames van iets aan hier kwam. En hij moest een paar uur overbruggen. Ja. En dan zei hij, dus je zei tegen mij, weet wat ik nu gedaan heb? Ik ben naar het Veilig Hem Shoppingcenter gegaan. Ik heb daar een paar uur rondgelopen. En ik dacht, Jeroen... Eindelijk iemand die mij snapt. Welcome to the dark side. Ja, want iedereen lacht me daar zo altijd mee uit. Maar Jeroen, die snapt van... Ik zeg, en heb je iets gekocht? Zo, nee, gewoon wat rondgelopen. Ik denk, ja, voilà. Voilà. Dat wou ik nog eens. Ja, er zijn een hoop mensen die dat verschrikkelijk vinden. Ja. En die hebben ongelijk, want maakt het nou uit? Ja, ik heb... dus het is overdekt. In de winter is het er lekker warm. In de zomer is het er lekker fris. Je kunt er een ijsje eten. Je kunt er iets drinken, je kunt er iets eten, je kunt er gezellig shoppen. Er zijn leuke tentoonstellingen. Ja, noem maar op. Onwaarschijnlijk. Noem maar op. Ik heb zin om deze te stoppen en naar daar te gaan. Ja. Want het is niet open. Nee, het is niet open. Nog een kwartier. Is het open tot 8 uur? Tot 8 uur. Elke dag? Elke dag. Nee, niet op zondag. Want het is vandaag zondag. Ah, shit, ja. Nee, dan is het niet open. Maar toch. Alright. Wat is de show? Ja, de show. Is ook leuk. Is er een titel? Wat is de titel ook weer? Bedankt om te komen. Bedankt om te komen. Waren je echt vergeten? Of had je dat voor de podcast? Voor de podcast. Oké, dat is goed. Ik dacht, zeg je nu. Nee, dat is mijn professionaliteit. Ja, een beetje. Soms verstop ik niet. Ja, het was echt goed geacteerd. Ja, hè? Maar, en hoe heet de show ook? Bedankt om te komen. Oh, de show. Omdat ik de mensen wil bedanken om dat te komen. Dat ze komen? Ja. Ja. Maar gewoon effectief. Dus, oké. Het heeft geen seksuele connotatie. Nee. Ik denk dat soms wel in de mensen hun hoofd opkomt. Ja, maar... bij mij niet. Ah, wel... maar ik... dat is dan al snel weer weg. Ja, als ik zeg... een beetje zoals het komen zelf. Het komen zelf. Absoluut. Maar dus... En het gaat over je leven en het gaat over wat jou nu in dit moment van je leven bezighoudt. Ja. Ja, ja, dat is gewoon gaaf. Ik denk het wel. Vond je, want we hebben destijds heb je eerst de eindejaars gedaan en nu eigenlijk een volwaardige. Vond je dat een handige opstap? Dat je eerst eens... Absoluut. Ik vond het ook heel leuk om te doen. En het was zo inderdaad zo eigenlijk een opstapje naar dit. Ik stond ten eerste niet alleen op het podium. Nee. Ik had de Frederik en Remy bij. Ja. Dus dat gaat nu anders zijn. Ja. Ik ga wel alleen staan. Maar ik bedoel, ik heb wel al cc's en grote zalen gedaan. Ja. Allee... Terwijl dat die mannen erbij waren, die hadden altijd... Ja, het is een soort tussenstap geweest. Ik had iemand om op terug te vallen. Ja, ja. En ook inderdaad het schrijven, dat qua inspiratie heel vlot kwam. Ja. Dus het feit dat ik dat ook al eens gedaan heb, dat schrijven, dat wil ook wel zeggen dat ik dat nu iets vlotter kan ook. Ja. En ook, ik denk, want mijn ouders hadden dat gezegd, dat ik ook zo wel echt wel metier heb verworven. Tuurlijk.
En een beetje maturiteit. Ja. En gewoon, hey, dus zonder muzikanten, maar wel met de gitaar dan. Met de nieuwe dure gitaar. Ja, dat moet, want ik moet die kunnen inbrengen. Ja, die moet je in kunnen inbrengen in de belasting. Dus die moet er zeker bij. Dus je gaat liedjes zingen. Maar je hebt, denk dat je nu je gitaar niet bij hebt. Ik heb ze niet bij. Nee, heel gek. Bij de NDA's was het zo dat ik vaak eerst het lied had en dan de dingen. En nu is het een beetje omgekeerd. Nu heb ik vooral tekst, alleen tekst eigenlijk. En ga ik, denk ik, binnen dit en een paar weken liedjes maken die passen. Ja, op plekken waar je ze nodig hebt. In die tekstjes. Mm. Bijvoorbeeld een ode aan het Weinigem Shopping Center. Bijvoorbeeld. Het is mijn grote droom om zo... om in het Weinigem Shopping Center ongelimiteerd te maken. Andere droom. Maar een andere droom is om een lied te maken dat even goed is als Vlieg met me mee naar de regenboog van Paul de Leeuw. Wauw. Dat is hoog waanzin. Dat is hoog inzetten. Dat is waanzin. Dat is waanzin. Maar ik heb ook nog heel mijn leven om het te vervullen. Ja, en hij was ook al even bezig. Voilà. Zoiets vind ik zo leuk. Hij had dat destijds geschreven als een nummer voor het Eurovisie Songfestival. Ja. Ja. Is dat ook een van je liefhebberijen? Maar heeft hij dat echt gedaan? Heeft hij meegedaan aan het Nee, heeft niet meegedaan, maar het is wel een soort van... Als ik zou meedoen, zou het met dat liedje zijn. Ah, oké, ik wou je zeggen. En ik denk ook dat hij altijd, of heel lang... De commentaar op de... Dus als het was, deed hij de tv-commentaar. Hoe tof is dat? Ja, ik denk... Moet ik even opzoeken. Dus ik trek het hier zo half uit mijn hol. Maar ik denk echt dat hij dat ook gedaan heeft. Dus dat was wel echt een liefhebber van het Eurovisie Songfestival. Ja. Doe Peter van der Verre daar hier? Ja. Ah, wel ja. Dus de Peter van der Verre van Holland. Ja. Is die lang geweest? Misschien nog wel. Ja, ja, ja. Amai, bangelijk. Oh, dan ga ik misschien... Als Graham dan Norton. Graham Norton doet hij in Engeland, denk ik. Ja. Ja. 100%. Is dat iets wat je... Is het Eurovisie Songfestival ook iets wat jou zo... Ja. Ja? Ik hou ook wel het Eurovisie Songfestival. Als ze je zou vragen, zou je meedoen? Ja, ik kan niet goed genoeg zingen, denk ik. Maar je kunt toch keigoed zingen? Ja, maar niet zoals mensen die meedoen met het Eurovisie Songfestival. Ja, zo heeft ook meegedaan. Dus. Ja. Koen Wouters, love him, maar niet technisch. Prima zanger, prima, maar niet. Ik weet niet. Ja, volgens mij kun jij beter zingen dan Koen Wouters. Ah, nee. Zie je het? Ik vond het nu al beter. Ik, heel eerlijk, als ze me echt zou vragen van Jade, alsjeblieft, dit is het nummer, wilt je meedoen aan het Songfestival? Ja, dan doe ik mee. En als ze zeggen, Jade, alsjeblieft, maar je moet het zelf schrijven? Dan doe ik ook mee. Alright. Ja, oké. Okay. Ze gaan het mij nooit vragen. Jawel, want het is luisteren. Er zijn 3 luisteraars. Eén ervan is de baas van Weinigem, één ervan is de baas van Eurovisie Songfestival, afdeling België. Hi, good evening. 12 points. Bonjour. Maar die is van Frankrijk. En dat is een Luxemburger, denk ik. Ah. Een baas. Oh, nee, ja, van de Belgische... Van de Belgische voetbalbond. Ah, de Belgische Eurovisie Songfestivalbond. En is die Frans? Bonjour. Tout va bien? Avec moi aussi. Mijn Frans is zo slecht. Ik vind dat wel spijtig. Maar je hebt dat toch op school ook niet te goede... Jawel, al vanaf het 5e studiejaar. Maar dat ben je dan allemaal zo waar. Ja, ik denk dat een taal een beetje niet gelijk een instrument. Want gelijk zo zwemmen en fietsen verleerde zogezegd niet. Ja. Maar een taal of een instrument, dat moet je echt wel onderhouden. Snap ik. Anders, ja. Ja, ik kan ook geen Nederlands meer. Hoezo, je spreekt ik spreek half Vlaams. Is dat echt? Ja. Zeggen ze daar iets van in Nederland? Ja, in Nederland zeggen ze dat. Maar dat is kut. Ja, ja, het is wat het is. Ja. Goh, die 30 jaar. Ja. Is een fuck. Maar goed, dus, maar je wil dus een soort Eurovisie... Je wil een soort Vlieg bij me mee naar de regenboog. Ja. Dus, en het goede eraan vind ik... Het is ook een meezinger, hè? Dat is ook, die mensen zingen dan zo mee. Dat einde, dat was zo de climax. Dan dus de mensen moeten dan zo zingen van... Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. En dan... Gaat hij eroverheen zingen? Hij wil niet zo... Vlieg met me mee... En dat vind ik zo goed. Ja, maar ook omdat hij dat aangeeft. Hij zegt, en nu ga ik er doorheen zingen. Ja, zegt hij dat. Ja. Dan doet hij dat. En dan is hij echt zo aan het aangeven van, dus jullie moeten zingen. Jullie met mij en ik hou zo van. Jullie met mij en ik denk alleen aan jou. En zo, allez, zo en blijven zingen. En nu ga ik er doorheen zingen. Vlieg met me mee. Ik vind dat echt goed. Ja. Zoiets wil ik dus. Maar dat had je in de eindejaarsshow had je ook zo'n amazing momentje. Hè? Ja, en dat vind jij gewoon leuk. Ik vind dat superleuk. Want ik vind publieksinteractie leuk, maar ik snap, want ik vind dat zelf ook niet tof, als geen publiek zit, dat publieksinteractie minder leuk is. Dus ik wil wel dat iedereen op zijn gemak zit in mijn show. Ja. En om dat zo te doen, kun je het best, vind ik, ofwel dat je iets moet krijgen
Zoals bijvoorbeeld het pak bounties op het einde van mijn eindejaars. Ja. Dus dat je wel 1 of 2 vragen moet beantwoorden, maar dat maar je dan krijgt. Je er terug. Ja, ja, ja. Dus dat je dan positief dingen... Ofwel in groep inderdaad laten meezingen. Ja, zodat als je iedereen... dan niet mee wil zingen, dan mag ook. Maar, nou ja, nee, dat is nee, helemaal dat mag waar. Eigenlijk niet. Dat mag eigenlijk dan niet. Heb je... Ik wil wel dat je mee keer zingt. Was in de Aardberg, dat je echt iemand echt eruit haalde. En waarom ziet u niet mee? Ja. Maar ik snap dat soms niet. Dan denk ik, allez, jij die €25 betaalt om hier te komen zien, doet dat niet eens een beetje mee, zeg. Hetgeen, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben me daar zelfs ook schuldig aan, is er zijn een hoop mensen die willen graag zien, maar er niet bij zijn. Ja, snap ik. Zelfs hier in de Joker, wat natuurlijk een klein kutplekje is, gaan geen de mensen kutplekkie. Dan... Sorry, klein rotka... Shit. Leuk plekje. Leuk plekje, klein plekje. Dat de mensen toch helemaal van achter willen zitten, achter de toog zitten, ja, daarachter. Misschien, ze, ja, we willen erbij zijn, maar er niet helemaal bij zijn. Ja. Misschien wel. En dat is een beetje jammer. Ja, maar ja... Misschien... Plus zeker in de joke, want we zien iedereen hier. Misschien omdat wij dat wel nice vinden. Alleen misschien moeten we ons wat meer inbeelden wat die mensen... Ik ben ook wel iemand, als we moeten meeklappen of meezingen op een optreden, dan denk ik ook dat wel... Ja, ik voel mij ook wel belachelijk. Dan. Ja. Dan denk ik altijd aan de mensen dat ik zo laat meedoen. Dan denk ik, oh... Ja. En we zwaaien van links naar rechts. En dat is ook wel het, ja, hoe lang moeten we dit doen? Weet je, dat we beginnen zo, als ze zo naar de band gaat, en dan doen die allemaal applaus. En wij doen zo mee, en dan beginnen die te spelen, en dan denk ik, nou, dan stoppen wij ook. Ja. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Maar heb ik dat verhaal ooit al verteld? Nee. Ik moest zo ooit, ik moest zo in de nabewaking blijven, als kleuter. En mijn mama had... Nabewaking, omdat... Mijn mama moest langer werken. Dat is niet voor straf. Nee, normaal moest hij altijd... Kon hij mij altijd op tijd komen halen, maar nu moest hij zo langer werken, dus ik moest zo in de nabewaking blijven. En mijn mama... Ik zat denk ik in 2e of 3e kleuterklasje en mijn mama had sandwiches gemaakt, omdat hij niet wou dat ik honger kreeg. Maar die had 6 sandwiches gemaakt en ik was een kleuter. Dat is te veel. Dat is te veel, omdat mijn mama is een zeer goede moeder en die denkt, ik wil dat mijn kind geen honger leidt. Dus beter te veel dan te weinig. Kudos. Dus zo gezegd, zo gedaan. En die juffrouw... Maar ik ben dat zelf al half vergeten, omdat als mama... Allez, heeft dat terug opgerakeld. Die juffrouw van de nabewaking heeft mij gedwongen om die 6 sandwiches op te eten. Wat? Want haar gedachtegang was... Die moeder heeft dat meegegeven, dus... Die moet dat opeten. Die zal dat thuis ook eten. Maar dus echt, die heeft er totaal niet over nagedacht. Want bedoel, een kleutermaag is zo groot en 6 sandwiches passen daar onmogelijk in, maar toch. En ik ben thuis opgevoed met de regel, genoeg is genoeg. Als ik genoeg had... Er zijn veel mensen die een bordje moesten leegeten. Ja. Maar ja, mijn mama en papa die schepten dat voor mij op. En ik at ook wel gewoon alles, wat groentjes, wat dingen en dingen. Ja. En als ik genoeg had, had ik genoeg. En dan mocht ik van tafel. Ja, ja. Dan zei hij altijd, genoeg is genoeg. Hè? Ja. Dus ik kan mij nog... Ik denk dat dat een van mijn vroegste herinneringen is. Dat stukje kan ik me dus nog herinneren. Dat ik blijtend die sandwichen aan het opeten ben. En tegen die juffrouw aan het zeggen ben, genoeg is genoeg. Dat is genoeg een trauma. Genoeg is genoeg. En nu, altijd als wij op een restaurant zitten te eten of zo, dan zegt mijn vriend zo van, heb je al genoeg? Ik zeg ja. En dan zegt hij zo, genoeg is genoeg. Misschien is dat wel de titel van je liedje. Genoeg is genoeg. Ja. Genoeg is genoeg. Ja, dat kan misschien wel nog. Dat is ook iets wat ze mensen kunnen meezingen. Dat is een tekst die ze kunnen onthouden. Ja. En misschien ook aan het eind. Dat is een beetje het einde van de voorstelling ook. Ja. Snap je? Zo, het is genoeg geweest. Ja, dat is misschien wel goed. Want ik vind een dat goede eigenlijk bezig, ook... want een goede bezigheid is aan het eind van de voorstelling. Ja, en ik vind het ook wel een goede boodschap. Want heel veel mensen zeggen van, je moet je bord leeg eten. Maar dat is dan vaak uit beleefdheid of uit dingen. En dan denk ik van, ja, nee, als een kind nu zegt dat hij genoeg heeft. Ja, je hebt het zelf opgeschept. Dan denk ik, ja, dan heeft ze per ongeluk te veel opgeschept. Ja, en wat is dan het leermoment dat je dan volgende keer minder opschrijft? Give a fuck. Dat manneke of dat vrouwtje... heeft genoeg. Of welke gender ze ook kiest. Ja. Hun. Hun bordje opgelegd. Genoeg. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. En jouw moeder... Dus je was al zo half vergeten, maar jouw moeder had al onthouden. Ja, want... Dus, als mama komt mij halen. Ja. Een blijdend kind. Die vraagt, wat is er? Ja. Ik zeg, ik moest van juffrouw, ik weet niet meer wie dat was. Alles zou je dan nu name checken, hè? Ja, oh, zeker en vast. Juffrouw... Ik zou ze goed shamen, zo. Nee. Maar dus ik weet haar naam niet meer. Ik weet zeker wel dat het niet
juffrouw Christel of juffrouw Katja waren. Okay. Die waren het zeker niet. Die zijn buurtvrij, die zijn oké. Die waren leuk. Die waren leuk. Maar dit was de vervelende. Ja. Je moet alles opeten, juffrouw. Juffrouw Lief was het ook niet. Nee. Juffrouw Stom was het. en je moeder kwam je halen? Ja, en ik zeg als kind... Ja, ik moest al mijn boterham... Dus ja, mijn moeder, kijk, wat? Ja, je kent ze. Ja. Als een leeuwin naar die dingen. En dat is dus het verhaal dat ik dus niet meer weet. Maar dan zeg je weet nu toch dat een kind van zoveel jaren dat hij geen 6 sandwichen op eet. Allee! Ja, mijn vrouw geeft dat mee. Ja, maar ik wou dat mijn kind zeker genoeg had. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Ook om te kunnen, misschien om te kunnen uitdelen. Als er een kindje was wat geen sandwichje bij had. Ja. Want die hebben ook niks gekregen. Nee. Dat is ook triestig, hè. Mijn nichtje heeft les. Dat is echt triestig. Sommige kinderen hun brooddoos. Ja. Zo frieten van de dag ervoor of zo. Kou. Nee. Ja. In de brooddoos? In de brooddoos. Of what niks. Niks. En dat is ook maar vaak... gewoon geen brood. Of een lege brooddoos. Een lege brooddoos. Dat soort kind zo de brooddoos op doen ze niks in. Ja. Een briefje volgt je beter. Ja. What the hell. Ja. Er zijn toch een hoop mensen die geen kinderen moeten nemen, hè? Ja. En ik denk, want je denkt soms dat frieten dat... Frieten van de dag ervoor. Echt zot, hè. Zo kou en plat. Bleh. En je denkt dan... Vaak dat het dan zo armere gezinnen zijn of dingen die... Maar dat is dus ook niet, want... Nee, gewoon slechte ouders. Ah, wel, vaak zijn dat ook heel rijke mensen. Dus ons Laura heeft ook een kindje in haar klas. Die dat gewoon elke dag van tankstation... Dus die krijgt elke dag 5 euro mee. En dan mag je in tankstation daar iets van pakken. Maar dan gaat hij toch vettige shit... Ah, wel. Een blikje Red Bull en een pakje chips en een maasje zat dan. En een pakje sigaretten, bij wijze van spreken. Ja. Wat de hel. Er zijn toch een hoop mensen die geen kinderen moeten nemen. Ja. Veel. Ik had altijd heel goede boterhammen. Ja, maar dat geloof ik. Je hebt gewoon ook goede ouders. Ja. En, ja, voilà. Ga je zelf voortplanten? Ik merk wel... Begint op te tikken? Ja, dat mijn eierstokken aan het rammelen zijn. Want vroeger... Was ik alleen aangetrokken tot babydiertjes. Ja. En nu is het ook babymensjes. En ik heb ook... Allee, ik heb 2 nichtjes nu ondertussen. Mm-hmm. En die zijn zo, zo leuk. Maar natuurlijk, je ontmoet of je hebt dat kind ook altijd alleen maar in de leuke periodes. Ja, ja. Allee, ja. Wij zien die op... Ik zie die op een familiefeest. Ik zie die als wij eens een dag naar de zoo gaan of een dag naar de Efteling. Ja. Allee. Thuis jankend omdat ze de kak fout zit. Daar heb je dat weet van. Ik natuurlijk allemaal niks van. Hè. Maar mag ik een grafje? Het is audio, dus ik kan het op de dingen. Dus wij zijn dus voor de eerste keer naar de Efteling geweest. Ja. Met mijn nichtje Ada. Okay. Die is 3. En dus dat waren zo toch die paddenstoelen met de muziekjes. Ja, ja. En op een bepaald moment gaat hij daarop zitten. Allee, ja. dus ik ga nu een filmpje laten horen. En die vraagt zo... Mag ik daarop zitten? Ja. En dan zet haar mama zet haar er dan op. En die zegt dan een zin die ik eens ga laten horen. Okay. Maar ik moest keihard lachen, want wij hadden dat dus niet ingefluisterd. Kinderen zeggen heel vaak dingen na. Ja. Maar deze kwam dus volledig uit zichzelf. Ik ga het je nu laten horen. Ja. Hallo. Hallo, computer. Video kan niet worden gedownload. Wat is dat nu? En dan zie je misschien geen internet. Nee. Oh, nu ben ik wel heel benieuwd. Ik ga een beetje mijn... Het was een keigoeie filmpje. Ah ja, ik zie al. Ik zie het. Ja, ja, ja. Gebeurt er niks? Nee. Dat is niet leuk. Alles kapot. Alles kapot. Ja, wacht, ik heb 5G. Hier heb ik bereik. Ah ja, bij de lotto. Bij de lotto. Bij de lotto heb ik bereik. Nu wordt dat zo'n beat als ik dat zo kan afspelen, toch? Zo'n enorme anticlimax. Ja, een beetje wel. Maar dan verzinnen we wel iets anders daarna. Dan zeg ik wel, papier hier. Dankjewel. Dank u wel. Dankjewel. En je hebt ook zo eentje met papier. Daar. Nee. Dat is zo'n vogel dat zegt. Heb je dat nooit gehoord? Ja. Ik heb vandaag een weetje gelezen op efteling.be. Dat ze dus vroeger de Anton Pieck ook dieren heeft getekend. Ja. De bedoeling was dat gelijk zo'n varkje en dat dan de vuilbak was. En een hond, denk ik. Ah, ja. En een slang dan bij de Fata Morgana. Fata Morgana, wou ik zeggen. De Morgana, ja. En dan... Nee, het is niet aan het laden. Wat doe me nou. Ja, maar ik ga het zo goed mogelijk nadoen. Oké. Okay.
Maar ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde. Dus, maar wacht, maar eerst even je atopiek verhaal af. Ah ja, en dan is het uiteindelijk is het hollebolle gijs geworden. Ah ja. Maar dus niet die dieren. Maar dat was dus maar die, ook omdat die goed dieren kon... Ja, die kon alles goed tegen atopiek. Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat misschien net iets te griezelig was voor kindjes. Dat je dat zo in de hol van een... Ja, gelijk zo in, ja, of zo in die bek van die slang. Ja, en dan is dat, dan denk ik zo, die gaat ja, en dan gaat er nog meer vuilnis op de grond. En wordt er nog meer sluikstorten. Ja, dat is juist niet in het ding doen. Maar dus het filmpje gaat als volgt. Ja. Mag ik daarop zitten? En dan, oké, en dan mijn nietje zit zo... En dan zegt hij zo... Ik ben een kabouter. Die zei dat zo ineens. Die kan zo amper praten. En die zei zo... Ik ben een kabouter. En wij zijn allemaal zo... Ja, ja, het is een kabouter, ja. Dat was echt leuk. Oh, en die is ook van niks bang. Ik weet nog dat ik van kind, als kind van alles... Maar van alles bang was. En die niet? Van niks. Wij wouden bijna in de Fata Morgana gaan. Ik heb dan gezegd dat we dat niet gingen doen. Dat het wel heel eng was. Maar zo... Allee, die een draak, dat je zo aan die kroon moet komen in het sprookjesbos, dan komt hij naar beneden. En ja. Zo, mag ik dat ook doen? En wij zo, ja. En die ging er zo zelfstandig naartoe om dat zo te doen. Ik zo dacht, ik was 16 toen ik er voor de eerste keer weer van kwam. Ja, ja. Ja, de Efteling, daar kom je ook graag. Dus na weinig een shoppingcenter kom je ook graag in de Efteling. Ja. Ah ja, beide komt ook straks in de try-out. Echt? Ja. We gingen afgelopen zomer gaan, maar we zijn niet geraakt. Of, nee. En de zomer ervoor ook. We gaan elk jaar gaan we naar de Efteling, we zijn nog nooit geweest. Kunnen we wel naar de winter Efteling gaan? Ah, is er een winter Efteling? Dat is keileuk. Er ja. Wordt geklopt. Hallo, ja. Alright. Heel goed. Arno is hier. Om 7:58. Ja, ik denk dat hij hier al was. Ik denk dat hij een beetje zorgen maakte van, gaan we wel überhaupt beginnen? Gaan we wel door. Want dat is in feite te laat. In feite is dat te laat, maar misschien zijn wij te laat. Ja, wij zijn ook te laat. We zijn een beetje maar over dat tijd. Ligt ook een beetje aan mij, want ik was ook... Normaal ben ik altijd ruim op tijd. Maar? Maar vandaag heb ik voor de eerste keer in een ondergrondse parking geparkeerd. En dat verliep niet zonder slag of stoot. Maar het is wel gelukt. Ja, en ik sta heel mooi. En in welke parking sta je hier aan Noudaan? Aan Noudaan, ja. Ja, ik vind, ja, wat een rondse parking, dat is gewoon... klein en ja, raar. En ook zo, dan, oh shit, dat je zo dat ticketje zo moet, dat je zo dat niet te ver, want ik moest de hele tijd aan dat stuk van de Jeroen, dat je er niet aan kunt. Zo niet te ver van dat ding. Ja, ja, ja. Ja. Alright, ja, misschien moeten we gewoon maar beginnen. Ja, want, misschien wel. Want het is eigenlijk al 7:50, dus ja. We beginnen normaal misschien om 8:00. Ik weet wel, Blaad, wij zouden moeten beginnen. Ja, dat is in tegenstelling goed. Tot... Oh ja, dat... Ja, dat was niet op de podcast. Ik had er juist Jeroen Leders aan de lijn. En die gaat dinsdag iets doen in de Kafka. En die wist niet hoe laat zijn eigen show begon. Dat was hilarisch. Dat is een beetje raar. Fokke vroeg, en hoe laat beginnen we dan? Waarop Jeroen dan zei... Waarom stelt hij altijd wat die moeilijke vraag? Ik vroeg gewoon hoe laat het begon. Dat is niet zo raar. We love you, Jeroen Leders. Ja, de Mintjes, enorm bedankt voor het gesprek. Graag gedaan, ik vond het leuk. En we moeten allemaal naar de première komen kijken. Wanneer is het zo? Heel graag. Op 1 februari ga ik in première in de Werf in Geel. Dat is nu al uitverkocht. Oei. Maar dan ga ik op tour doorheen heel Vlaanderen. En dan kunnen mensen me zien in van de kust. Met een speciaal tot... optreden. In Weinigem Shopping Center. Hoe zou dat zijn? Misschien moet dat je derrière zijn. Ja. Maar dan moet je dat afhuren. Ja, of op een bepaald... Of, ja. Ja, maar dan komen er van... Is er een zaal aan de Weinigem Shopping Center? Waarom die? Dat weet ik niet. Dat is een gemiste kans. Ik weet dat niet. Ik kom er alleen voor shop en eat. Shop, eat en party. Shop, eat en venue. Shop, eat, venue. Ik wist ook niet wat zaal in Tegels was. Ja, venue, dat is goed. Alright, goed. Ja, de beentjes. Enorm bedankt. Ja.